Dames en heren, de Speakers Corner. Wij bieden iedereen het podium om 5 minuten te vertellen wat zij of hij op zijn hart heeft, welk idee hij of zij tot leven wil brengen, welke zorgen hij wil uiten, plannen die hij wil ontvouwen. Gewoon in dialoog, jij krijgt de tijd om iets te vertellen. Hier beneden. Ik krijg zorgtoeslag. En het eind van het jaar moet je alles terugbetalen. Rara, please, better. Ik ben liberaal in hart en nieren, maar wel sociaal-liberaal. Okay. Dat is de reden waarom ik D66er ben. Wat is uw sociale kant? Mijn sociale kant is dat ik denk dat we voor de zwakkeren in onze samenleving zeker een goede overheid moeten hebben. Maar dat we wel ook allemaal ons eigen potentieel moeten kunnen benutten. En het gaat vooral ook over het binden van mensen in plaats van het ontbinden, het onderscheiden van mensen. Wat gaat u verkondigen? Werk, werk, werk. Dat is ons ding. Hoe gaat u dat doen? Dat gaan we doen door op allerlei mogelijke manieren, door banen te scheppen, innovatiebanen. Je hebt vandaag die er soms toen heb gehoord bij Buitenhof. Dan weet je op welke manier wat wij met een innovatief nieuw beleid proberen om nieuw werk te creëren. Kinderen moeten later naar school en later naar bed. Wat mij betreft mag de PvdA best een heel groen imago hebben. GroenLinks staat voor een groene en een duurzame samenleving. Wij hebben hele goede ideeën die te maken hebben met hoe je de economie duurzaam kunt maken. En dat is volgens mij in deze tijd heel erg belangrijk, want we hebben niet alleen een economische crisis, maar we hebben ook een voedselcrisis, we hebben een energiecrisis. Dus er moeten goede antwoorden gevonden worden voor de problemen die we op dit moment hebben. En die zitten volgens mij in de duurzaamheid. Haar grootste prestatie was leren lopen. En de SGP moet excuses maken aan alle vrouwen in het land. Jette Bijsma! Als je het mij vraagt, moeten we naar iets, dat kan ik eigenlijk toch best in het Engels omschrijven, naar een enabling society. Naar een maatschappij die mensen ondersteunt en faciliteert. Je vindt die idee onder andere bij de sociale filosoof Martha Nussbaum. En dat spreekt mij aan, want zij zegt wat je moet doen is mensen helpen dat te zijn wat ze kunnen zijn. Mensen helpen dat te laten worden wat ze zouden kunnen worden. Dus dat ontwikkelingsperspectief, dat is dat enablen. Nou is het wel de vraag, dat wou ik ook natuurlijk ook bij de politici ook neerleggen. Ik vind dat we daar in Nederland nog ver van verwijderd zijn, van zo'n enabling society. En als ik kijk naar de arbeidsmarkt bijvoorbeeld, dan valt dat dus niet mee. En met name omdat mensen weinig middelen hebben waar ze zelf naar eigen inzicht wat mee kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan scholing, enorm belangrijk op de arbeidsmarkt voor een nieuwe stap, een nieuwe carrière. Als je een flexwerker bent, heb je eigenlijk heel slecht toegang tot scholing. Want je valt buiten cao's, je valt buiten scholingsfondsen. Als je zzp'er bent, moet je het vooral helemaal zelf uitzoeken. Nou, kan je ook zeggen, dat is mijn mensbeeld, want dat heb je ook zelf gewild. Als je wel een vast contract hebt, val je onder een scholingsfonds. Maar dan moet je naar de werkgever en zeggen, ja, ik wil dat doen. En die werkgever moet naar het fonds. En wil ik, omdat ik bijvoorbeeld in de bouw zit en ik wil naar de metaal, ja, dat geeft niemand thuis. Want dan zegt iedereen van, ja, ik heb wel een fondsje, maar dat is voor onze sector en niet voor een andere. En die andere sector zegt, ik ken jou nog niet, dus ik heb ook geen middelen voor jou om naar ons te komen. Dus wij zijn in Nederland nog ver verwijderd van het faciliteren van de ontwikkeling en ook de dynamiek van mensen zelf. Denk ook even aan de mensen die niet op de arbeidsmarkt staan. Mensen die behoren tot het lelijke uitdrukking onderkant van de arbeidsmarkt. Daar hebben wij geen businessmodel voor. Het enige wat we nu kunnen doen is zeggen, jij moet aan het werk, want je krijgt anders een sanctie. Of wat we anders doen, we gaan naar een werkgever en zeggen, zou je iemand willen aannemen met een vlekje, want het is zo vervelend dat hij bij ons in de bak zit.
daartussen zit niets. Daartussen, hè, daar moet die enabling society zitten. En ik wil de ronde zelfredzaamheid en ronde beginnen met mevrouw Miltenburg van de VVD en mevrouw Fijnsma van 5 Maart. Wat is volgens u zelfredzaamheid? Zou u dat aan de mensen in, laat ik zeggen, in 45 seconden kunnen uitleggen, mevrouw Miltenburg? Ja, zelfredzaamheid is volgens mij dat mensen de ruimte hebben om hun eigen keuzes te maken. En dat ze ook de kracht uit zichzelf halen om dat te doen. Dat ze ook weten dat ze bepaalde verantwoordelijkheden hebben. Yeah. En natuurlijk moet het zo zijn dat daar waar mensen op een moment in hun leven daar niet bij kunnen komen bij hun eigen kracht of het even niet weten, dat ze daar dan in ondersteund kunnen worden. Maar altijd als doel voor mensen om daarna weer verder te kunnen op het pad waar zij zich prettig in voelen, op een weg in de richting waar zij in willen gaan. Mevrouw Kleinsma. Nee, dat is inderdaad wel waar. Omdat ik zelfredzaamheid zie als iets wat eigenlijk ieder mens wil. Ieder mens wil zichzelf kunnen redden. Alleen ja, sommige mensen hebben een heel klein beetje hulp nodig of soms veel hulp. En we moeten als samenleving om die mensen heen gaan staan en ervoor zorgen dat die voldoende ruggensteun krijgen om ook die zelfredzaamheid te kunnen hebben. En er zijn ook mensen, ja, die kunnen hun hele leven lang niet zonder hulp. En ook daar moeten we voor blijven staan. Daar hebben wij ook geen enkel meningsverschil, mevrouw Kleins, maar daar hebben wij zeker niet meer belangrijk. Wij vinden dat er voor de mensen in bedrijven gewoon plek moet zijn. Ja, dat is makkelijk. Nou, de werkgevers staan behoorlijk te popelen om die mensen aan boord te hijsen. Ja, en zeker in deze tijden is dat dus ontzettend ingewikkeld. Ja, maar weet je wat wij doen? Nee, maar wij hebben die banen moeten gecreëerd worden. En dat doen wij ook in ons verkiezingsprogramma. Daarmee laten wij zien dat wij wel de partij van het werk van de banen zijn. Maar wat zijn dat voor banen, mevrouw van Miltenburg? Dat zijn banen waar je niet een minimumloon kunt verdienen. Dat zijn banen die jaar in jaar uit geflexibiliseerd blijven, zodat je nooit een vaste baan krijgt, never nooit, en dus ook nooit een huis kunt kopen. Dat zijn banen waar mensen uitgeparkeerd worden. Die banen en daar zijn zij dus niet. Meneer de voorzitter, ik vind het belangrijk om gezegd te hebben, nou is het bloedserieus, wat gebeurt er nu op dit moment? Heel veel mensen die 50 plus zijn, worden eruit gezien door hun werkgever omdat er gewoon geen werk is. En dat begrijp ik ook nog vanuit die werkgever. Maar als je dan de ontslagbescherming ontzettend gaat minimaliseren, dan wordt het alleen maar veel makkelijker om die 50-plussers aan de dijk te zetten. En natuurlijk kun je dan die banen weer opvullen met jonge mensen, gelukkig. Maar dat zijn natuurlijk dan wel gewoon jonge mensen die eigenlijk worden uitgebuit, omdat die jaar in jaar uit in die flexcontracten blijven zitten. Die vindt dat we op dit moment niet bezuinigd moeten worden. Het is heel onverstandig beleid wat eigen kamerbreed gesteund wordt om nu in een economische recessie te gaan bezuinigen. Die buurtbus wordt afgeschaft, meen ik. Eerst zou het per begin december zijn en nu 2 weken later, meen ik. En die mevrouw vindt dat vreselijk. Ik droom van een betere wereld, laat ik dat vooropstellen. En wat daarin belangrijk is, is dat we allemaal onze stem laten horen. Want zolang wij onze stem niet laten horen of deze gebruiken, weten wij niet waar wij naartoe willen in onze wereld. En als we dat doen, als we vanuit onze hart spreken, hoe wij onze wereld willen inrichten en hoe wij onze wereld vorm willen geven, dan kunnen we ervoor zorgen dat we samen, gezamenlijk, een betere wereld voor elkaar kunnen krijgen. Mijn naam is Hanka van de Partij voor de Dieren. En ik ben erg blij dat er heel veel nieuwe politieke partijen opstaan, nieuwe initiatieven komen in de politiek en dat er nog meer aanjagers komen die de politiek echt willen veranderen, willen vernieuwen, zodat het weer om idealen zal gaan en niet alleen maar om het geld. Het is tijd dat Nederland een keerpunt maakt, een democratisch politiek keerpunt. Het wordt tijd dat bezuinigen niet langer synoniem is aan lastenverhoging, maar dat we echt de overheid op dieet zetten. Hoe doen wij dat? Heel erg makkelijk.
Naast de overheid gaat meer dan 50% van ons budget naar zelfstandige bestuursorganen. Dat zijn clubjes die allerlei regeltjes uitvoeren. Bijvoorbeeld de PGB, eigen bijdrage in de PGB, wordt berekend door een zelfstandig bestuursorgaan. Die rapporteert aan de gemeente, maar hun gegevens haalt bij diezelfde gemeente. Daar halen wij ons geld, die gaan we samenvoegen, afschaffen, 16 miljard. En op die manier leggen we de rekening bij de overheid en niet bij u. We hebben in Tilburg het programma Tilburg Studentenstad. Daar doen we heel veel mee, maar daar hebben we nog steeds veel te weinig aandacht voor alle cultuur die er voor studenten is. We hebben ook al in Tilburg een heel goed loopt idee, Stukafest. Nou, als we nou Stukafest opnemen in Tilburg Studentenstad, dan kunnen we aan de hele stad laten zien dat we en heel veel cultuur hebben en heel veel studenten. Dus dan kunnen we twee keer scoren. Dus ik zeg voor Stukafest naar Tilburg Studentenstad. Als je dat moet minimaal een bepaald soort lucht hebben wat ze in kunnen ademen. Nou, en dan gaat Nederland zeggen van ja, Nederlandse burgers die mogen veel slechtere lucht hebben. Nou, nee, natuurlijk niet. Wanneer onze ministers in Brussel zijn, want die onderhandelen daar zelf over regelgeving. Ik was zelf ooit diplomaat in Brussel, dus ik heb daar ook namens Nederland onderhandeld. Is dat wat je nu ziet gebeuren, is dat ze vooral Brussel de schuld geven wanneer het iets is waarmee ze vinden dat ze moeilijk thuis kunnen komen. Als je dat moet, op het moment dat je zo hard gaat dat het bevolkingen niet meer mee kunnen komen, dan zou je wel eens met dat proces Europa kunnen opblazen. Wij hebben ook gezegd, wij willen helemaal niet uit Europa, maar we zijn wel een kritische partij. Juist omdat we zeggen, als je erin zit, mag je juist ook kritiek leveren. Wij hebben ook gezegd, laten we ook eens een sociale agenda voor Europa maken. Het is nu alleen maar interne markt, vrij vervoer van goederen en van personen. Maar laten we nou eens afspreken dat ieder land een sociaal minimum vaststelt. En de vraag is niet zozeer, heeft Europa Nederland nodig? Nee, heeft Nederland Europa nodig? En wij hebben Europa hartstikke nodig. De verschillende cijfers zijn hier net al voorbij gekomen. Die ga ik dus niet herhalen. Maar het is niet zo dat wij onze identiteit kwijt moeten willen raken aan Europa. Wij zijn Nederlanders. Dat maar we willen graag zo blijven. Dus Europa moet zich niet bemoeien met onderwijs, met sociale zaken. Dus daar heb ik een ander standpunt dan de SP. En zeker... zeker niet met onze pensioen. Oké, ik noem ze het gekke als kerk.